Het jachtseizoen wordt mede mogelijk gemaakt door Samsung en door Opel. Het wordt doods en doodspannend. Oh, kijk hoe die pijn staat, gek. Ze zit op onze hielen, gat. Hij rijdt sowieso in een van deze auto's. Maar ik zorg voor vuur. Daar blijft de man nog. Giel, Thomas en Stefan openen iedere week de jacht op een nieuwe bekende uitdager. Stop, blijf maar! Ik ga schieten, joh. Helemaal anders doen hier, ja. Wie blijft er 4 uur uit handen van team stuk? Daar staat hij! Daar staat hij! Rijdt op een motor! Dit is het jachtseizoen. Seizoen 6. Een beetje snel lopen, Rivano. Dankjewel. Ik heb er weer een. Nee, hij heeft de one. Oeh, beetje scherp, hè? Welkom! Dank je. Hoe voelt het nou om hier te zitten? Ja, wel prima. Lekker. Geboeid. Ja. Top. Defano Holbein. YouTuber, rapper, acteur, influencer, presentator. Dat is een aardig lijstje, maat. Ben ik nog wat vergeten of... Gevangenen. Al ben je 1000 dingen. Wat maakt jou een goede boef? Ik denk mijn onvoorspelbaarheid. Want ik weet zelf niet wat ik ga doen. Dus ik neem aan jullie ook niet. Om te beginnen. Krijg je van ons 20 minuten voorsprong en daarna komen wij direct in actie. Je krijgt van onze GPS-trekker mee die om de 10 minuten jouw locatie aan ons doorgeeft. Lukt het jou om 4 uur lang uit onze handen te blijven, dan ben je op vrije voeten. Dan heb je gewonnen. Maar lukt dat niet en we pakken je, Defano, dan ga je meteen terug de cel in. Heb je nog laatste woorden? Mag ik straks nog even plassen in mijn cel? Giel en Thomas, breng je zo terug naar je cel. En als op de knop drukken, start de jacht. Jongens, neem maar mee, ik ben er klaar mee. Staan. Kom. Dat was een buitenlandse eentje. Dag. Is het wel zo slim geweest om multitalent Defano Holbein achter de tralies te zetten? Deze man spit bars als geen ander en heeft tracks gemaakt met mensen als Atje, Henkie T en Mokromaniac. Maar waar jullie hem vooral van kennen is de serie Wat Weet Jij, waarin hij de gewone man op straat al jaren gek maakt. En tijdens de lockdown maakte hij zijn imperium groter met zijn eigen show FC Avondklok. Maar goed, Defano kan er wel hebben meegedaan aan Expeditie Robinson. 4 uur lang uit handen blijven van Giel, Thomas en Stefan is een heel ander soort survivalen. De boys hebben deze ras Amsterdammer opgesloten in de voormalige penitentiaire inrichting De Kruisberg in Doetinchem. Dat hij gaat ontsnappen is zeker. Maar hoe lang houdt Defano dat vol? Deze man is niet alleen YouTuber, rapper, acteur, maar hij is natuurlijk ook nog topfit. Het is een alleskundige. Ik weet het niet. Dat wordt een freestyle. Alles is blanco. Ik laat het allemaal op me afkomen. Ja, we zien wel waar we belanden. Dus ik kan je niet eens zeggen waar ik heen ga of hoe ik het ga doen. Uit het hoofd. Hij is eigenlijk ook rapper, natuurlijk. Ja. Rappers in het jachtseizoen doen het over het algemeen best wel goed. Zijn maar houden zich nooit aan de regels. Houden zich niet aan de regels. Zijn lekker man, zijn bij de hand. Ja. Dat verwacht ik van Defano ook wel. Ik moet gewoon liften vinden. En ik heb gezegd, ik ga niks voorbereiden of 1000 mensen bellen. Ik zie mensen bellen, zelfs een huislijst van vroeger. Dat gaan we achterwege laten. We gaan gewoon de game straight spelen, dus... Ja, maar als je geen lift vindt, ja, dan is het balen. Dus ik hoop gewoon dat ik mensen vind. Respect voor de regels. Dat hoor je niet vaak dit seizoen. Oké, als je het oldschool wil, dan krijg je het ook oldschool. De boys van Team Stuk ontvangen iedere 10 minuten jouw locatie via de GPS. En geven je 20 minuten voorsprong. Daarna gaan zij op jacht. In een snelle bus, vol high-tech equipment, communicatiemiddelen en de tot op heden werkloze droom. Defano ontsnapt zonder geld en telefoon. En heeft dus alleen 2 ritjes geregeld. Maar kijk nu al uit naar de vrije flow van zijn vlucht. Jongens van Stuk TV. Ja, een beetje pannenkoeken, man. Als je ze net zag, je toch relax gewoon. Doe rustig aan. Gun de boy wat vrijheid. Ik ga ze een WGL geven en dat is weg, gone, loesoe. We zijn in Doetinchem. Nou, ik hoop dan niet dat hij inderdaad 1 rechte weg naar Amsterdam pakt. Want als dat zo is, dan hebben wij hem meteen onderschept. Want dat is zo makkelijk. Kijk, mensen komen hier met een plan van ja, ik ga naar dit, ik ga naar deze stad of ik ga naar Amsterdam. En zij moeten daarachter komen. Cool, ga je erachter komen als ik niks in mijn hoofd heb? Is geen plan het beste plan? We gaan het zien. Zolang je maar niet spontaan ergens naar binnen stapt. Met uitzondering van openbare gebouwen. En het maakt niet uit wat je lift is. Na 20 minuten moet je eruit. Ik denk dat we überhaupt blij mogen zijn als we deze gozer kunnen pakken. Daar gaan we daarvoor. Hij gaat alles. Jij zegt dus 3,5 uur zo. Ik zeg 3,5, ja. Dan gaat het spannend worden. Dat denk ik ook. Ja? Succes, tijgers. Ik zie jullie zo. Ik ga naar de knop. Het is aan.
Met één beuk op de knop is Defano Holwijn naast al die andere dingen... Tijd voor jachtstijl, grappies, let's go. Ook een ontsnapte boef. En die boef is zo te zien topfit. Damn, wat een tempo. Ja, deze man is weg gone Lusu teamstuk. Het is gewoon echt begonnen. Wie kan het op? Eerst lift is geregeld. Nu maakt het nog niet uit of ik voorzit. Nu maakt het nog niet uit. Mensen, mijn naam is Defano Holwijn, welkom. Dit is mijn eerste rit volgens de spelregels. Dit is mijn beste grappie, Dimitri. En Dimi is een gap, hij blaast, hij heeft er zin in. De tweede getaway car is ook geregeld. Dus we hebben twee volgens de spelregels die mogen. Voor de rest mensen, freestyle. Hé, hey, gappies, ik zit in het spelletje, gap! Spit TV! Ik ga jullie stuk maken. Jullie gaan vandaag de echte Defano zien. Hier hou ik van. Games. Welke locatie gaan we eigenlijk? We gaan nu naar Doesburg. In elke auto waar ik kom, wil ik iets ruilen. Dus ik ga iets hier pakken en dan ga ik dat aan de volgende geven. En dan ga ik zo door blijven ruilen. En hopelijk eindig ik met een Rolex. Mijn eerste ruil-item. Ja, is kauwgom. Achter de... Dat was de eerste piep, dus ze hebben de eerste locatie nu, toch? Wat denk je zelf? Terwijl jij de weg overblaast, ontvangen de boys nu inderdaad je eerste GPS-locatie. Hij is onderweg richting Arnhem, dus je kan wel zeggen richting Amsterdam. Want dat is ook de enige kant die je op kan gaan. Oké, dan gaan we daarheen. We gaan er achteraan. Jongens, precies, we gaan erachteraan. Even een grapje. Hij heeft een nieuw nummer. Heet Zware Chain. Laten we die Zware Chain zo snel mogelijk bij hem omdoen. Chain, chain. Leg die handboeien maar vast klaar, boys. Jullie zullen wel tempo moeten maken straks. Want Defano rijdt net als iedere andere rapper die ooit mee heeft gedaan richting zijn hometown. Amsterdam. Maar of dat ook zijn eindbestemming wordt... Ik wil het spel anders hebben gespeeld. Ik wil gewoon dat je denkt, wat doet deze gast? En misschien worden het domme keuzes. Maar ik ben hier voor de vibe. Oh, hij staat. Oh, wat is dit voor flutlocatie? Over 4 minuten moeten wij uit de auto. Laat hem volgen. Volg, volg! Volg deze auto! Mensen. Hey, wat is dat? Dat zij gaat nu van start. De jachthonden van Team Stuk zijn los en zitten in een totaal andere vibe dan hun prooi. De adrenaline spat zo wat de bus uit. Wat Defano ook doet, het maakt geen hol uit. Ze gaan hem pakken. Zijn begonnen! Hij zit bij plaatsje Elkom. Elkom, Elkom, welkom! Maar hij heeft volgens mij niet de snelste weg hoor. 20 minuten, nou dat is... Kunnen wij niet links, rechts? Hij is als links, links. Twee geregelde ritjes. Dat is wat iedere boef krijgt. En meer dan dat heeft Defano ook niet geregeld. Nog één ritje. En dan staat deze boy helemaal alleen in de game. Gassa, gassa. Arnhem. Links is Arnhem. Arnhem is links. Dus we gaan gelijk even terug. Huh? Want we hadden die afslag gemist, man. Oh my god! Ja, daarom zijn we echt Dimi ook van. Je moet, ja! Oké, geen stress. Rij. Maar wij zijn richting... Arnhem kaas. We moeten sowieso die Giel Thomas eens even verslaan. Waarom? Hun zijn allemaal 3 tuinkabouters die niet kunnen rennen. Een guy van de Bims kunnen ze niet catchen. Hoe ver is het ongeveer naar Arnhem? Hoeveel minuten? Kijken, 14 minuten. 14 minuten. Oké, plank, 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 plank. Maar rij veilig. Ik heb hier een item en dat is kauwgum. Uh-huh. En ik wil het ruilen voor iets van jou. Pennetje. Hey, toch, you never know. Oké, okay. Is dit het enige wat je hebt? Dan ga ik voor de pen, ja. Leuk zo'n ruilspel. Het levert je nu wel geteld een pen op. De weg naar een Rolex is nog lang. En als het aan Team Stuk ligt, komt Defano daar niet eens in de buurt. Zou Defano een tactiek hebben? Nou, waarschijnlijk heeft hij wel 2 dingen geregeld. Eerste lift of iets anders. Exact. Maar voor de rest gaat hij gewoon met zijn energie, gaat hij het gewoon fixen. Man. Denk ik ook. Echt een positieve guy, man. Dat kan ik waarderen. Hele aardige lieve jongen. We hebben geen tactiek. We gaan ook niet cheaten. We gaan de regels blijven volgen. Ik wil deze mannen verslaan met pure techniek. Thomas, Stefan en Giel gaan het niet halen. Oh, ja. Oké, ze hebben onze locatie. Perfect, hoppa, dan gaan wij hier afsnijden. Arnhem, hij zit op de snelweg, onder Roosendaal. Ah, maar dan kunnen we echt beter de snelweg gaan pakken. Oh, we hadden links gemoeten daar. Ja, dag. Nee, grap. Hier eraf, Arnhem-Noord pakken. Arnhem-Noord. Let's go. Hij is nu bij de ringen, Arnhem. Die jongen komt uit Amsterdam, die voelt zich veilig in Amsterdam. Dus wat doe je? Amsterdam. Waarom zou die, Giel? Defano kent het recept van vriendschap. En dan overleef je overal. Ook buiten Amsterdam. We kennen elkaar. Zeker wel, ik denk 8 jaar of zo. Misschien zelfs langer. Maar ik denk sinds 2, 3 jaar is onze vriendschap echt hecht geworden. Hechter geworden. Shout-out naar jou, Fano. En ik vergeet toch nooit meer dat ik die Nike Dunks had gekregen voor je, van jou voor mijn verjaardag. Maar jij hebt me Pokémon gegeven, hè, bro. Voor de Nintendo Switch. Niet vergeten. Ja, man. Shout-out naar Fano. Daarom, mensen, weer een les van de dag. Vriendschap is geven en nemen. Net zoals de ruildeals die ik in de auto's ga uitvoeren. Oh, nu krijgt ze weer locatie, toch? Ja. Zeg je eerlijk, deze locatie is super vaag. Oh,
Oh. Hij gaat omhoog. Dat zagen we niet aankomen. Nee, dat hadden we niet afgesproken. Hij gaat richting Apeldoorn gaan. Oh. Hij gaat de Veluwe op. Pech. Hij is net de weg af. Hij is nu een nieuwe liftenscorrel op de Veluwe. Daar ga je niemand vinden. Waar zijn we eigenlijk? We zijn op een hele vage weg. Aan de auto? Nee, ik heb facts. Stap hier uit. Stop met jullie meeliften. Stap TV. Hey, guys. Mag ik meeliften? Ja, man. Hey, thanks. We hebben weer 20 minuutjes. Het is op dit moment 32. Dus we hebben tot 52. Ik ben met... Marlon. En Marlon en Romy. Waar komen jullie nu vandaan? Wij komen nu van Doetinchem. Ja. Ik kom uit de jail, straight uit de jail. Ja. En ik moet gewoon ontkomen, man. Want zij zitten sowieso op de snelweg, dus wij moeten juist er niet op. Je stelt me toch een weg waar de snelweg niet heen kan, zeg maar. Maar hebben jullie een item voor mij wat we kunnen ruilen tegen deze pen? Een mooie bidon voor een sportschool. Oké dan, alsjeblieft. Oké, zij krijgen mijn... Zij hebben op dit moment mijn locatie verkregen. Defano moet het vanaf nu volledig hebben van willekeurige helpers. Deze boef is totaal random. Maar de ervaren jagers zien juist een heel logisch patroon. Kun je hier aan zien dat hij gewoon willekeurig aan het liften is? Ja, 100%. Dat lijkt het dus wel. Of hij heeft iets geregeld op de Veluwe ergens. Ja. Oh, 9 minuten rijden. Nee. Hij gaat sowieso naar het tankstation. Ik maak me wel een klein beetje zorgen als Defano gaat rennen. Hij is wel echt fit, boy. Hij is wel echt fit. Dus we moeten ervoor zorgen dat we hem pakken als hij in een auto zit of zo. Dat hij niet zomaar onverwachts gaat rennen, want dat is... We sluipen. Damn, ze hebben je door, Defano. Dit dutje kan maar beter je laatste zijn. Want na een uur vluchten is het vooral team Stuk dat oldschool loopt te knallen. Oké, mensen. We zitten 5 kilometer van me af. We moeten door. Thanks voor de toprit. Rustig, hoi. We gaan een pogingje wagen. Oh, 5 kilometer. Dat is weinig. Heel weinig. Oh, dan schrikt hij, hoor. We gaan beginnen. Mevrouw, zou ik met u even mee kunnen liften? Nee. Oké, is goed. Zou ik misschien met een van jullie mee mogen liften? Ja? Oké, top. Nee. Dank u wel. Oké, mensen. We zitten achterin bij mevrouw. Wat is uw voornaam of achternaam? Natasha. We zitten bij mevrouw Natasha. Als u me 20 minuten verder op zou kunnen zetten, waar dat dan ook is, dat zou top zijn. Gaan we doen. Gaan we het leesten. Natasha is een topper. Hoeveel minuten krijg je locatie? 3 minuten. 3,5 minuut nog. En we zijn al bijna in het centrum van Apeldoorn. Ja, wat gaan we in die 3 minuten doen? Doorrijden. Hier, bij de tankstation stoppen. Kunnen we meteen keren als we willen. Ik hoop zo erg, Steve, dat we goed zitten. Steve, als hij naar links is gegaan, Apeldoorn uit, dan hebben wij een gigantisch achter. Ik wil het niet weten, maatje. Zeg van ja, ga maar niks mee. Oké. Zij hebben nu mijn locatie doorgekregen. Zij weten nu op dit moment dat wij hier zitten. Gas 14 minuten. 14 minuten? Ja, ja. Hij staat weer op een hele gekke plek. Hij rijdt heel random, man. Ik beïnvloed jouw keuzes niet. Laat het gaan. Doe je ding. Ik ga nu nog even rechtdoor. Ja. Even dat deze, dat even zien. Ja. Maar hij zit gewoon wel midden in de avond. Gaat zo meteen weer die snelweg, ja, gaat wel die snelweg op. We moeten een locatie hebben voordat we die snelweg opgaan. Als u straks iets vindt en waarvan u denkt, nou ja, dit wil ik wel ruilen tegen de bidon. Het is geopend zak met stoepjes in de... Prima. Liefst trap ik in een hele zak. Nee, het is prima. Dankjewel, je bent een topper. Oké, we hebben snoepjes. Is dit zijn oude locatie? Ja. Dan heeft hij hier waarschijnlijk een nieuwe lift gepakt. Ja, dat zou ook kunnen. Dan heeft hij hem gewoon doorgepakt. Gaan we zo meteen kijken welke kant we de snelweg op gaan. Mijn locatie is binnen. Ja, hij zit op de snelweg. Hij gaat weer terug. Hij gaat weer naar de tankstation. Ik verwacht dat hij richting Deventer gaat, ouwe. Hier is de laatste locatie. Je hebt 3 minuten eraf kan rijden, Giel. Daar hebben we hem. Maar dit is wel vreemd, want hier zit ook een afslag Arnhem-Zuid. Dus die kan hij ook nemen. Dan gaan we hier even een carpool plekje pakken. En dan wachten we even 2 minuutjes. En dan kunnen we weer verder. Natas, hartstikke bedankt, hè. Alsjeblieft. Dankjewel. Ga ik doen. Fijne dag verder, hè. Groetjes aan je stiefzoon. Ik zie daar een auto. Ik zou graag willen meeliften als dat mogelijk is. Ik snap het. Okay. Veel fijne dag. Defano staat er alleen voor en heeft moeite met een nieuwe rit regelen. Je ergste nachtmerrie op de vlucht. Vooral als team Stuk op je hielen zit. Echt? Een parkeerplek? Oké, ze krijgt zo'n locatie en dan zien ze dit. Zo, kijk hoe die pijn staat, gek! Ja, hij staat fucking. Holy shit! Ja? Hier van de Valk Apeldoorn. 4 minuten! Lekker! Elke auto check, jongen. Lekker, boys! Nee, ja, die wilde niet.
Het moet ergens heen beginnen te gaan. Het wordt doods en doodspannend. Oké, we moeten even versnellen, grap. Check deze auto waar die stoplicht. Hier kan niet in zitten. Hier kan niet in zitten. Rustig, rustig, rustig. Kijk, er komt daar een auto. Hier komt een zwarte auto. Daar loopt hij voor ons, daar! Daar loopt hij! Even kijken of ik ergens kan liften. Ik moet nu iets vinden. Kan ik misschien... Nee, oudere mensen. Kan ik misschien... Kijk ze dit! Pak hem! Ik moet iets vinden! Go! Stop blijven! Kan ik liften? Kan ik meeliften? Even snel, pak hem. Mag ik even snel? Nee, dat kan niet. Godverdomme. Staan blijven, Stefano! Stefan, ben je? Stefan heeft geen porto. Wat een amateur. En deze blonde pannenkoek heeft ook al geen conditie. Ik kan niet meer. Stefano hoeft niet eens vol gas te gaan. Sterker nog, hij wordt alsnog herkend. En kan zo een voorbijrijdende auto inspringen. Loesu, naar links. Loesu, links. Hier komt hij. Hij heeft hem gewoon niet. Kan je hem nou niet hebben? Hoe kun je hem nou niet hebben? Hij is in de auto gestapt. Is hij in de auto gestapt? Hij is in de auto gestapt. Oké, rechtdoor. Sowieso rechtdoor. Ik dacht, jij tikte wel aan. Nou, ik kon hem niet bijhouden. Nee? Nee, gast, hij was fucking snel, ouwe. Ik zag hem, hij was achter me. Maar hij kreeg het ook zwaar. Ik werd ook kapot. Maar ik ging doorstrijden. Nee. Hij zit heel dichtbij nog, hè. Kijk. Even kijken, hij zit hier om de hoek, man. Ik heb een strijder gevonden. Ik ben met wie? Met jou. Ik ben met Jacob. Maar je hoorde dat ik in de buurt was. Ja, ik hoorde het van de mat. Hij riet hier zo. Hij zag ja, de Fano riet je wijken. Luister dan, ik heb de Fano hier in de wagen. Hij heeft mij een jacht te doen. Kan je helpen? Ja, ik wil even. Ja? Welke locatie ga je nu dan? Ali. Ja, als jij zegt richting Ali, is goed. Ja, we zijn hem gewoon kwijt. Je had hem gewoon moeten aantikken. Kijk, als die auto niet was gekomen... Dan had je hem. Dan had ik hem natuurlijk dan had ik hem wel gehad. Maar die auto kwam precies op het goede moment. Lul niet, man. Je kwam niet eens in de buurt. Doen we niet moeilijk over, want dit is wel spannend. Oké, voor een paar minuutjes krijgen ze onze locatie en daarna moeten we ze gewoon afschudden, man. Stukkie! Jullie dachten dat jullie maar een stuk konden maken. Relax. Maar gewoon iets wat in je auto zit dat je denkt, nou ja, dit wil ik wel ruilen. Dit kan je wel nemen. Top. Ik heb een top item gekregen, window cleaner. Dit kan ik goed. En het is nog nieuw, hè? Dus hij is helemaal lekker. Ja, ik ben bang dat dit echt een pijnlijke locatie wordt die we zo binnen gaan krijgen. Oké, bro, anders laten we gewoon wat verder wegrijden. Dan komt hij juist naar ons of zo. Want anders gaan we... Oh, ze hebben nu mijn locatie, toch? Kijk, daar staat daar op de rechte baan. Dat betekent dat hij rechtdoor gaat. Wij rijden gewoon zo, bam. We gaan de hele ring door. Dus we rijden niet heel verkeerd. Nou, we gaan nu... Dit is wel een gok, een hoor. Een hele grote gok, hè, vriend. Volgens mij hebben ze misschien onze locatie gekregen op die splitsing ongeveer, denk ik, daar terug. Denken ze dat we die kant op zijn, maar nu gaan we naar rechts blazen. Dus wat zou jij doen in mijn positie? Oké, dus dat is alsof je naar Amsterdam gaat, maar dan ga je... Harderwijk. Oké, is goed, man. 5 seconden of zo krijgen ze mijn locatie. 3, 2, 1... Ze hebben mijn locatie. Mensen, we zijn 2 uur onderweg. We zijn 4 kilometer verwijderd. Dus nu wordt het echt tijd om ze te loesen, man. Oh, weer zo dichtbij. Nu moet het gaan afmaken. Ja, nu moet het afmaken. Maar komt hij nu weer naar ons toe? Nee, hij zit nu op de snelweg. Hij zit op de A1. 8 minuutjes. De boys weten niet wat de volgende stap is. Stefano deze keer wel. Zijn redder heeft alvast een nieuwe lift geregeld. Shout-out naar Jacob, dubbelgap. Shout-out naar Bix, je ziet het. Ze zit op onze hielen, gap. Pakken. Rustig. Oh, hij is aan het betalen. Oké, ik moet uit zicht blijven, man. Ik denk inderdaad dat hij straks voor het eerst de beste tankstation eruit moet. Om te wisselen, nieuwe auto. En daar zijn wij over 7 minuten. Pakken. Hey broer. Hem kennen jullie niet, toch? Hij is iemand anders, toch? Ja. Hey bro, kan je me helpen? Ja, tuurlijk. Oké, maar bro, luister. Ik zit nu in een auto, toch? Ja. Yeah. Die gaat ergens naartoe rijden. Kan je ons achtervolgen en dat je me vanaf die locatie weer ergens anders rijdt? Tuurlijk. Wow! Soldaat! Oké. Moet ik even een diss-track voor hem klaar hebben als ik hem pak. Yo, Stefano, je dacht dat je weg kon komen, maar dat is niet no, zo. No. Ja, oh, dat is beter, ja. Nice. Matig, maar oké. Hey Jacob, lobby bro. Lobby soldaat. Oké, broers, luister. Ze hebben onze locatie. Ja. Zij weten van ons, want jullie bepalen tactiek. Dat is mijn tactiek. Ik laat de mensen die drijven bepalen, want jullie zijn slim. Stefano vertrouwt blind op de mensen die hij tegenkomt. De boys vertrouwen alleen hun eigen ogen. Hey, dat is die auto waar hij in stond, ja, hier zat hij in, daar zat hij in. Oh, holy shit, dat was ja, die auto. Ja, dat was die auto. Ga checken, maar... Ja, wij gaan checken. Ren naar die auto, Toon. Daar gaat hij. Hey. Daar gaat hij, verdomme. Hey.
Gaat hij erin? Nee, hij is weg. Maar dan is hij sowieso die kant op. Op een... ja, we reden net bij DP, hoor. Ja? Oké. Oké, geen stress. Kijk, nu ziet hij dat we op de rotonde ziet hij ons toch? Dus hij gaat niet weten welke kant we gaan. Hij is eraf. Dit is top, we moeten gaan inlopen. 7 minuten zitten we achter. Is niet veel. Wow, maar dat we gewoon die auto zagen. Ja, dat was die auto, bizar. Gas reed hard weg. Gelijk, we zitten goed. Hé, maar hij gaat nu in the middle of nowhere. Ja, hij is er weer ergens af. Hij is weer de snelweg af. Terwijl je zou denken, blijf nou op die snelweg, maar dat doet hij niet. Kijk, VP, wat is het plan? Ik ga het zo meteen bij Garderen, ga ik weer erop. Ja? Rijden richting Ali of zo. Oké. Snap je? En dan daar, echt bij de benzine op een weer snel switchen. Oké. Misschien dat hij nu bij elk piepje weer een andere kant gaat, je weet het niet. Ja, nou precies. Dus hij kan ook weer deze kant op komen, toch? Ja, dat zou kunnen. Stuk TV, dit is even voor jullie. Ja. Net niet. Laten we kijken hoe lang het duurt. Jullie waren in de buurt, maar ik zorg voor vuur. Ik ga door, grappies. Ik heb zeg maar net van Jacob dit gekregen. Een window cleaner. En ik moet dit met jullie ruilen voor een ander item. Zeg maar. Prima. Het piepje is op deze ton gegaan, dus van de snel. Hij kon ook daarheen gaan, toch? Ik denk, laten we richting Gouderen gaan, man, rechts. Hij kan toch weer terug richting Apeldoorn gaan? Ja, dat denk ik. Kan ook. Maar ja, ik denk dat hij... Doe maar rechts. Als je hier rechts gaat, kan je ook weer de snelweg op. Hè? Misschien gaat hij ons rondjes laten rijden. Ik hoop wel dat ze daar blijven lachen, hoor. Dat ze niet in de stress zitten. Ik wil of die mannen daar lachen, man. Oké, ze hebben onze locatie nu gekregen. Ja. Oh ja. Wat is het voor onmogelijke plek waar die staat? Hoeveel kilometer? 7. Stefano moet wisselen van auto. Maar dat gaat dankzij de soldaat die hen is gevolgd echt razendsnel. Loppie! Kaas! Thanks. Je zag het maar echt snel. Ja, snel. Oké. Ja. Maar waarschijnlijk heeft die guy, die heeft weer een vriend gebeld van kun je bij dat tankstation. Ja, maar dan moeten ze dan wel alle minuut heel snel rijden. Ja, maar ja, weet je, zo snel gaat het als je het jachtstation roept. Jij gaat het bepalen, bro. Ik leg wel druk op je, maar jij gaat het bepalen. Maar wel een beetje 20 minuten verderop. Ja. We kunnen geen tijd verliezen. De locatie is nu doorgegeven. Nou, Barneveld. Echt bij, hoor. In het centrum van Barneveld zit hij. Kijk, we kunnen twee dingen doen. Ja. Of richting Amsterdam. Ja. Is wel logisch. Ja. Of richting Ede. Oké, hoe ik jou zo hoor, moeten we richting Ede dus. Want jij zegt Amsterdam is een logische stap. Dat is wel logisch. Ede wordt het. Oké. Okay. We hebben dadelijk weer daarheen. Oké. Ja, dan ga je natuurlijk richting Amsterdam heen. Oké, bro. Maar dan gaan we naar het zuiden. Bro, luister. Als jij straks weer op een ander idee komt, het is helemaal aan jou. We lopen er 16 minuten achter. Dat is echt drama hier, man. Dat is echt kan dit nou? Helemaal niet leuk. Hier. 12 minuten is naar die laatste locatie. 12 minuten. Luister, in elke auto speel ik een ruilspel. Maar gewoon een item wat in je auto ligt waarvan je denkt, nou ja, die mag wel weg. Top, dankjewel. Super, man. Nou, de waarde van je ruilvoorwerpen gaat er niet echt op vooruit, hè? Net als je voorsprong op teamstuk. Ja, oh, lekker. 12 minuten, nu is het nog weer 7 minuten. Ja. We lopen in. Waar zit hij nu precies? Hij zit op de A30. Links, rechtdoor? In het zuiden. Rechts. Ik ga eerst kijken of er iemand bij Denki is. Pff, hij is niet echt druk. Ik ga even checken of ik iemand zie, man. Wacht even, hoor. Bro, kan ik met jou meeliften? Kan? Hey, bro, lof. Stijn het brein. Ik heb nieuwe lift. Broeder. Kijk, ik zag meteen naar hem. Zijn vriendelijke man. Hij vindt geen probleem even mee. Hij gaat gewoon richting Veenendaal. Is prima. In elke auto waar ik kom, ruil ik een item die ik weer heb gekregen voor een andere. Alsjeblieft, broeder. Thanks. Nee, die is vol. 5 minuten. Yes. Weer 2 minuten erop. Nou, ik ga bellen. De fastfoodketen bel je nu? Ja. Ik wil Veenendaal. Goedemiddag. Goedendag, met Thomas van der Vlug van het jachtseizoen. Staat er bij jullie iemand voor de deur met een oranje pak? Nee. Want hij heeft een sterk vermoeden dat hij bij jullie voor de deur staat. Ja, ik zit met de camera naar voren te kijken. Ik zie niks. Oké, dankjewel. Dankjewel, man. Oké, hoi. Hoi. Hij moet daar nog komen. Ik moet gaan kijken voor een liffie. Deze... Ja, oké. Cameraman, kom maar. Het is een beetje krap, maar het is gevonden. In elke auto kom ik met een item. Ja. En dan geef ik dat item weer door en dan krijg ik een ander item van de bestuurder, van de mensen in de auto. Hey. Hele snelle ruil. Het geluk van Defano lijkt niet op te houden. Keer op keer weet hij snel een rit te regelen en te ruilen. Maar wat hij vergeet is dat Team Stuk vol gas de afstand aan het beperken is. Ja, hij kan ook zo bij de fastfoodketen erop zijn en dan rijdt hij hier erop. Ja. Volg. Wie is dat? Ik weet niet. Hé, wat? Hij is wel snel.
sneller dan deze. Kan hij ook voor ons? Ja, hij kan hier ook. Ja, als kan hier ook net een lift heeft geregeld bij dat vast. En hij kwam er hier op. Maar ja. Zit hij misschien voor ons of naast ons of achter ons? Dit is spannend. De eerste keer toen ik dit te horen kreeg was het 5. En nu is het... Oh my god! Wat is het? Het is 300 meter, gaf. Wat rijdt hij voor ons? Pas op, check al die auto's. Hij rijdt sowieso in een van deze auto's hier. Volgens mij is hij te rijden. Ja? Ja, volgens mij wel. Ja? Oké. Okay. Daar rijdt ook een gele auto met strepen erop. Die vertrouw ik ook niet. Hé, er hangt iemand de hand aan het raam. Ja. Waar? Welke bij auto? Bij die auto. Met die spoiler hier. Welke auto? Thanks! Ja! Lekker! 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 Ik krijg gewoon hulp. Lekker, jongens! Ja. Bukken, oké. Okay. Nee, ga maar trap. Hij ging rechts. Hij gaat rechts. Kan hij ons zien? Denk je dat hij ons... Kijk, als hij ons kan zien, dan heeft het geen zin om offline te gaan. Kan hij ons zien? Nee. Ja, er zit nu nog maar één autootje tussen, jongens. Ze kunnen ons zien. Ja, ze komen er nu aan. Hij gaat misschien links, hè. Hij gaat misschien links, zo. Sorry. Ik heb spanning. Ja. Hij gaat rondjes rijden. Hij gaat weer terug. En pak de rotonde en draai helemaal om. Oh, de trein! Haha! Hey shit! Nee. Terugdraaien. Ah shit! Oh my god! Jongens, uitstap, stap uit! Hij gaat die keren! Nee! Rijd terug! Wij gaan nergens heen! Achteruit, Nancy! Het is klaar! Het is klaar! Game over! Hey, Strijders, thanks, broeder! Lekker! Gozer! Lekker! Holy shit! Wil je het zelf zeggen of niet? Ja, dat betekent terug de bus in. Goeie wedstrijd, maar het is voorbij. De jachtseizoen van het volk. Sorry, volk. Ik hoop dat ik jullie niet teleur heb gesteld. Hey, Strijders, thanks! Ik druk met alle liefde. Ja, op het knopje. Bla, bla, bla. Wat hebben wij toch goed gespeeld, hè, jongens? Lekker! Alles waarvoor je hebt gevochten, zie je gewoon even als sneeuw voor de zon verdwijnen. Op mijn rails, hoe groot is de kans? Oh, ik zag die spoorbomen zo. Ding. Ik dacht, yes, schaakmat. Ze hebben ons geholpen vandaag, ja, hè, de NS. Dankjewel. Echt fijn. Kat in het bakkie. Ik zeg, terugbrengen naar zichzelf. Wegwezen. Respect voor Defano Holwijn. Deze positieve boef vertrouwde volledig op de helpende hand van het volk. En zit na 3:11 weer geboeid in de bus. Zonder Rolex. Maar hij ruilt zijn vrijheid nu wel voor een plekje in de cel. Giel, Thomas en Stefan pakken weer de overwinning. In dit spectaculaire 6e seizoen van het jachtseizoen. Kan je nou ook niet genoeg krijgen van Jassoen? Download dan nu zelf de app en ga spelen. Download dat ding en begin met je vriendjes en je vriendinnetjes Jassoen te spelen, man. Nou, waar wacht je dan nog op? Rennen! De jacht is groot! Het jachtseizoen werd mede mogelijk gemaakt door Snickers Creamy.